Hey mensen, dit is Ons Gaming en in deze iets wat kortere video dan normaal ga ik jullie het een en ander vertellen over het nieuwe Formule 1 seizoen 2017, over de coureurs en over de teams. Er zijn nogal wat wisselingen plaatsgevonden. De coureurs zijn naar andere teams gegaan, de coureurs zijn weggegaan en zijn de coureurs weer bijgekomen. Dus ram natuurlijk gewoon op die like knop, net zoals normaal. En als je nog niet geabonneerd bent, doe natuurlijk eventjes abonneren. En ik zou zeggen, laten we gewoon gaan kijken naar wie wat waar gaat rijden volgend jaar of eigenlijk gewoon dit jaar. We beginnen met het team van Mercedes en daar is eigenlijk ook meteen een van de grootste veranderingen van allemaal. Nico Rosberg natuurlijk, een week of vijf geleden denk ik inmiddels, heeft hij natuurlijk aangekondigd dat hij per direct zou stoppen met Formule 1. En dat zou dus betekenen dat er bij een groot team, bij het team ja, wat gewoon wereldkampioen is geworden, een plek vrijkomt uit het niks. En er was lang was het speculatie wie het zou worden. Eerst dacht men dat het Wehrlein zou worden, toen dacht men dat het misschien Alonso zou worden en uiteindelijk is het dus Bottas geworden. Bottas en Hamilton gaan dus met z'n tweeën ervoor zorgen om verder te gaan proberen weer om Mercedes opnieuw kampioen te laten maken. Ik ben heel benieuwd, Bottas heeft maar een contract voor 1 jaar, dus ik ben heel benieuwd wat Mercedes hierna gaat doen. Ik had zelf verwacht dat ze voor Wehrlein zouden kiezen, maar dat is helaas niet gebeurd. Ik vind het wel jammer eigenlijk. In ieder geval, bij het team van Mercedes rijden komend jaar dus Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Nou, het tweede team is natuurlijk dan Red Bull en ja, daar is eigenlijk niks veranderd. Daniel Ricciardo en Max Verstappen gaan daar gewoon blijven rijden. Verder is Pierre Gasly van de GP2, die is daar officieel test- en reservecoureur geworden. En ja, er verandert verder niks bij Red Bull dus. En ik denk dat zij, ik hoop dat zij in ieder geval de stap kunnen zetten om het Mercedes dit seizoen extra lastig te gaan maken. En ik ben heel benieuwd hoe Verstappen nu, die een heel seizoen de tijd heeft naast Ricciardo, hoe hij zich gaat ontwikkelen en of hij Ricciardo ook kan verslaan. Het team van Ferrari, daar verandert eigenlijk ook helemaal niks. Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen blijven gewoon bij het team. En ik ben benieuwd wat Ferrari dit jaar gaat doen. Ze roepen al jaren dat ze echt nu een goede auto hebben. En dit jaar zullen ze het waarschijnlijk weer gaan roepen. Maar iedere keer valt het zwaar tegen. Ik hoop eigenlijk wel dat ze natuurlijk wel wat beter gaan worden. Zodat de spanning voor in het veld wat groter gaat worden. Giovinazzi van de GP2 is daar reserve en testcoureur bij het team van Ferrari. Dan gaan we naar het team van Force India en daar is ook wel weer iets van een wijziging plaatsgevonden. Sergio Perez is nog steeds de eerste coureur, hij blijft gelukkig. Maar de tweede coureur is nu Esteban Ocon. Ocon die heeft natuurlijk afgelopen seizoen bij Manor een paar races gereden. En Force India heeft gekozen om Ocon dus een zitje te geven bij Force India als tweede coureur. Ik denk dat het een prima rijdersduo is. Perez is naar mijn mening een van de betere coureurs op het veld of in de grid of hoe je het ook wil noemen. En Ocon is een vrij groot talent, denk ik. Hij heeft al aardige dingen laten zien. En ik denk dat hij als Force India tenminste een fatsoenlijke auto heeft, dat zij ook zeker wel weer mooie dingen kunnen gaan laten zien. Verder is het niet bekend wie daar de testcoureur is. Tenminste, bij mij in ieder geval niet. Dus laten we verder gaan naar het volgende team. En dat is het team van Williams. En ook Williams is natuurlijk, ja, die had een grote rol in het vertrek van Rosberg en het vooral in het zoeken naar een nieuwe coureur bij Rosberg of voor Rosberg. In ieder geval de coureurs bij Williams zijn is Massa gewoon weer. Massa had natuurlijk aangekondigd te stoppen vorig jaar, is eigenlijk ook gewoon gestopt een tijdje, maar heeft nog toch weer besloten om te gaan rijden. Hij zei dat hij het alleen zou doen voor Williams en nou, dat is dus ook uitgekomen. Massa is dus weer terug bij Williams en samen met Stroll. En Stroll is een hele jonge coureur en wordt gezien als een groot talent. Maar er kleeft ook wel heel veel geld aan de jongeman. En het is maar de vraag hoe goed hij nou echt is. Hij lijkt echt wel, wel talent te hebben. Hij wordt al vergeleken met Verstappen en met andere coureurs. Ja, hoe goed hij echt is. Ik heb verder eigenlijk nog nooit iets van Stroll gezien. Ik ben heel benieuwd. Ik denk vooral dat in het begin Massa hem wel de baas zal zijn. En ik denk ook dat hij veel kan leren van Felipe Massa. Goed, dan gaan we op naar het volgende team en dat is het team van McLaren Honda. Ja, daar rijdt een Belg voor nu dit seizoen. Het is Van Doorn, Stoffel Van Doorn, samen met Alonso die daar dus gaat rijden. En testcoureur is Button, die afgelopen seizoen natuurlijk gewoon racecoureur was bij het team van McLaren. Ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen bij McLaren. Alonso is nog steeds een van de betere coureurs van het startveld, zeg maar. En Van Doorn is ook een groot talent. En ik denk dat hij toch
toch wel een blijvertjes in de Formule 1. En hij begint natuurlijk gewoon meteen bij McLaren. Dus wat dat betreft kan hij wel meteen laten zien wat hij kan. Ik hoop echt dat McLaren een stap kan maken. En dat ze rond de vierde, vijfde plek kunnen gaan vechten. En dat ze echt eens een keertje weer gewoon punten gaan pakken. Dat gun ik Alonso zelf ook heel erg. Als we kijken naar het volgende team, dat is dan Toro Rosso. En daar is helemaal niks veranderd. Daar blijven Kvyat en Sainz blijven daar rijden. Ik ben heel benieuwd wat Toro Rosso gaat doen. Ze hebben dit jaar weer de Renault motor in plaats van de Ferrari motor. En Sainz zie ik nog steeds als een heel groot talent. En Kvyat, ja, voor mij hoeft hij eigenlijk niet meer in de Formule 1 te zijn. Is een prima coureur, maar voegt naar mijn mening helemaal niks, maar dan ook echt helemaal niks toe. En ik denk ook al dat hierna, na dit seizoen, Kvyat bij Toro Rosso weg zou gaan. En dan zal hij heel veel geluk moeten hebben, wil hij in de Formule 1 moeten blijven. Want dan zal hij echt naar een ander team moeten geld meebrengen. En ik denk dat het dan einde verhaal is voor Kvyat. Dan gaan we naar het team van Haas. En daar is ook weer het een en ander veranderd. Grosjean is daar nog steeds de eerste coureur, maar Kevin Magnussen is daar dus de vervanger van Gutierrez. Gutierrez die natuurlijk afgelopen seizoen echt eigenlijk helemaal niks liet zien. Wel een stuk 5 of 6 keer op de 11e plek is geëindigd, natuurlijk net geen punten. Ook een beetje pech natuurlijk, maar Gutierrez heeft in ieder geval bewezen dat hij niks te zoeken heeft in de Formule 1. En Magnussen is wat dat betreft wel een wat stapje betere coureur en ik denk dat Magnussen en Grosjean een prima coureur zijn voor het team van Haas. Ik weet niet wat ze dit seizoen gaan doen. Ik verwacht dat ze eigenlijk weer zo rond plek 12, 13, 14 komen te staan. Dat ze soms wat puntjes kunnen pakken. Dus ik ben benieuwd wat Haas gaat doen. Ze hebben prima coureurs. Dan hebben we het team van Renault. En die gaan rijden met Nico Hulkenberg en Julian Palmer. Zeg het maar. Renault roept al tijden dat het binnenkort toch echt weer moet gaan gebeuren. En dit seizoen willen ze weer competitief zijn. Ik heb geen idee. Met Renault kan het alle kanten op gaan. Dat hebben we natuurlijk een paar jaar geleden ook gezien. Ineens kunnen ze er weer bij staan. Maar het kan ook zomaar zijn dat ze gewoon een waardeloze auto in elkaar flansen en dat ze er niks van bakken. Als we kijken naar de coureurs, Hulkenberg is natuurlijk een prima coureur. En Palmer had het heel erg lastig in het begin van het seizoen. Maar heeft zich uiteindelijk best wel weten te bewijzen. Dus dat is in ieder geval het team van Renault. Dan gaan we naar het team van Sauber. En daar rijdt Eriksen dit jaar en Pascal Wehrlein. En vooral Wehrlein is natuurlijk opvallend. Hij gaat van Manor naar Sauber. Ik ben blij dat Wehrlein in ieder geval bij Sauber kan rijden. Aan de andere kant had ik wel verwacht dat hij eigenlijk naar Mercedes zou gaan. En natuurlijk Eriksen. Ja, ik ben zelf geen fan van Eriksen. Ik vind het een beetje een flapdrol eigenlijk. Maar goed, hij rijdt alweer in de Formule 1 en weer bij Sauber. Ja, wat kun je verwachten van Sauber? Geen idee, ze hebben natuurlijk weinig geld. En de auto's van de laatste jaren zijn ook erg belabberd geweest. Het zou heel opvallend zijn als die ineens dit seizoen een dikke auto in elkaar hebben gezet. En dan hebben we nog een team van Manor. En dat is wel een klein beetje jammer. Want over Manor is eigenlijk weinig bekend. Behalve dat het heel veel problemen heeft met geld. En de kans dat zij aan de start staan in Australië is ontzettend klein. Dus er zijn ook geen coureurs bekend aan Manor. En er is verder eigenlijk is het alleen maar slecht nieuws over Manor. Ik zelf hoop echt dat ze nog iets van kunnen maken. En dat ze toch nog mee kunnen doen dit seizoen. Wie de coureurs dan zouden worden? Geen idee. Het zou zomaar bijvoorbeeld Gutierrez weer kunnen zijn. Weet ik veel. Het kan van alles worden dan. Hij kan natuurlijk wel een bak geld meebrengen. Aan de andere kant, ik denk dat het wel helaas over is voor Manor. Als we verder eens gaan kijken naar de teams en coureurs waar ik van denk van die gaan misschien nog wel eens stunten dit jaar. Als ik kan gaan kijken. Ik denk dat Force India, als tenminste een zulke auto hebben, toch wel weer lekker mee kan gaan doen. Ik verwacht gewoon dat Mercedes en Red Bull toch eigenlijk wel weer de twee beste teams zijn. En dat daarachter Ferrari en Force India zullen zitten samen met McLaren en Williams. En dat het daarachter dan ook weer een grote groep is met teams die heel dicht bij elkaar zitten. Ik denk dat het heel dicht bij elkaar gaat zitten. De eerste tests gaan de komende week plaatsvinden. Komende weken, laat ik zo zeggen. En dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. En laat me ook vooral weten wat jullie denken wat het gaat worden. Over de coureurs en over de teams. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een interessante video vond. En in ieder geval tot de volgende keer. Adios.